Als je moet kiezen tussen het bijwonen van de Antwerpse derby of Graspop, kies je dan voor Graspop? Uiteraard. Hoeveel goals heb je in je carrière gemaakt als volwassen voetballer, in een eerste ploeg bedoel ik dan? Ja, 408 competitiedoelen. 408, je hebt dat op, de, ja, op het juiste... Ze houden daarbij. Oké, okay. En veel ploegen heb je gehad? Ja, ik heb er nogal veel gehad. Hè. 408, ja. Beerschot, KV Mechelen. 12. Genk, 12. Ja, 12. 12, oké. Okay. Kun je die 408 allemaal herinneren dan? Ja, ik ben mijn boek aan het schrijven. Dus en, Dave Peters is mijn biografie aan het schrijven. Ja. En die vindt dat ongelooflijk dat ik al die goals. Ook uitslagen. Dus echt, die heeft een boek ook geschreven van Stijn Vreven. Ja. En dat heeft hij echt moeten zoeken. Maar ik zeg, bijvoorbeeld de eerste 5 wedstrijden van Beerschot die wij gespeeld hebben toen, met de uitslag en een datum bijna. Ja. Dus, dat is ook het enigste wat ik nog kan onthouden. Dus. Je rookt in het begin en zo. Hè? Ja, maar nu ben ik al 6 jaar gestopt. Als speler wel, hè? Ja, ja. Tijdens de rust zelf, hè? Tijdens de rust. Okay. En maar niet in eerste klasse, hè, Frank. Nee. Dat was al in Mechelen, dat was derde klasse. Okay. Ja, die hebben ook in derde gespeeld. Ja. En iets met schoenen, die moesten niet te groot zijn. Want die moesten goed aanpassen, hè? Klopt dat? Nou, maar ik denk dat Frankie en Arnaud dat ook aan Filippo ook alweer. Ik was iemand die mijn schoenen, ja, dat was heilig. En soms deed ik met een paar, 2, 3 jaar. En dan de schoenmaker op een gegeven moment zei van, ja, die kan ik ze niet meer repareren. Omdat, ik moet zeggen, dat is zo wat synthetisch, dat zit er niet uit. Maar het probleem bij Nike is natuurlijk, die hebben alle 3 maanden brengen die aan de schoenen uit. Dus je moet eigenlijk direct, als je een goede schoen hebt, moeten 20 paar kopen. Dus, Zou jij Lamkelzee nog een kans geven bij Antwerp? Zeker en vast. Goed, dat moet maar jij zou hem in huis nemen, om hem gelezen. Ik zou hem, maar ik spreek geen Frans. Hè, dus, maar ik was van kleins af aan, ik was eigenlijk eerst supporter van Club Brugge. Dat is nu een geheim dat ik vertel. Okay. Julien Kools was van Reti en mijn leraar van het vierde studiejaar nam mij mee naar Club Brugge Hamburg. Mm-hmm. Met Ernst Appel, De Vijveren, Eddie Krieger, Seurissen, Jensen in de goal. Maar dan ben ik op de Bosuil gekomen met de provinciaal menime van Dessel en ik was betoverd door dat stadion. En, we kregen 3 dagen congé, wij wonnen, dus wij waren echt zo opgenaaid, omdat ook het geval Kessler en Barry Hughes, die hadden al een Maar jij hebt enorm veel power in dat schot, is dat nu gewoon aangeboren of heb jij zoveel kracht in je benen? Nee, ik heb dus totaal niks kracht in mijn benen, dus ik denk dat het minste hier aan het... Ja, is echt waar, dus ik heb in turnout heeft er eens een dokter testen gedaan en die... Die werd helemaal zot. Die zei, dat kan niet. Ik denk dat ik 20 kilo aan omhoog kon. En dan heeft hij op training komen filmen. En hij zegt, jij trapt bijna alles puur uit op techniek. De wrijf, hè? Lichaamshouding. Ja. Gewoon niks kracht. Maar ik heb ook nooit niet gefitnessd. Als wij in Antwerpen gingen fitnessen, dan ging ik in op een sigaret. Maar in het buitenland? En toen ben ik maar in turn-out gebleven. En zeg je nu zelf dat je het niet over je hart kon krijgen om te gaan? Ja, het was jouw beslissing? Mijn beslissing, Je hebt geen ruzie gemaakt? De manager heeft toen naar mijn ex-vrouw gebeld, die sprak Frans. Ja. En die zei, als geen Dessel het kraantje opendraait, komt daar goud water uit, want ik kreeg daar een super contract. En Nis speelde Europees en ik moest tekenen voor 15 augustus om Europees... En mocht meedoen. En dan heb ik nog ooit heel dicht bij Châteauroux gestaan. En ik moest woensdagavond vertrekken om een appartement of een huis of zo gaan te kiezen. En ik heb naar de manager gebeld van, het is toernooi van de Kempenzone, ik kan hier niet weg. Hij heeft 2 jaar niet gepraat. Oké. Okay. Okay. Ik had het 2 jaar bij Beerschot gevoetbald. En ik ben dan na de wedstrijd toch onder politiebegeleiding het stadion verlaten. Dus, en als je ziet ook in de doelpunten, ik juich niet. Hè. Ik ga bijna niet juichen, omdat dat is ook respect naar de ploeg. Je maakt er 4, hè? Ja, 0-4, ik maak ze alle 4, ja. Oké, dan snap ik die politiebegeleiding. Ja. Maar wij hadden afgesproken om met kameraden nog in Antwerpen na de wedstrijd iets te gaan drinken. En ik ga met mijn voetbaltasje buiten. En in één keer staat daar 300-400 man die mij willen lynchen. En met heel wat geluk, omdat ik had mijn auto mogen laten meebrengen van Kortrijk, dat ik niet met de bus terug moet, zag ik mijn kameraad staan.
En die heeft de politie dan binnengehaald, mijn sleutel gegeven, is achter de bus gereden. Eerste oude afrit van Douten Stralen hebben we uitgestapt. Nee, naar huis gereden. Ik ben hier in Antwerpen laten zien. Dus, ja. Oké. Okay. Heb jij een kostuum, Bart? Ik heb vandaag voor de eerste keer een hemd aan, speciaal voor u, Frank. Oké. Okay.